Jokers van JVV, DMTP vandaag, een gloednieuwe video. Vandaag gaan we de stad Utrecht gaan bekijken. Dus we gaan alle staatsbedrijven één voor één bekijken. Ik zeg, let's go. Ja mensen, we zijn hier in het zo mooie Utrecht. Ja. En Excorp staat er al heel mooi met zijn geld en met zijn mooi setje. En wij gaan elke staatsbedrijf bekijken. Dus waarom dat we dat gaan doen? Ik lijk mijn excuus daarvoor. Waarom we dat gaan doen? Ja, ik wil gewoon laten zien hoe het er hier uitziet voor de mensen die geen whitelist hebben of geen Minecraft. Of niet op de DDG-server kunnen spelen, omdat ze misschien een ban hebben. Laat het maar, ja, weet je. Ik wil gewoon mijn kijkers laten zien wat er allemaal is. En dit is het, is de gemeente. We gaan even kijken op het bord. Een winkelvergunning, een keldervergunning, een derde verdiepingvergunning, een billboard en een inschrijf. Een inschrijving is gratis. Een billboard kost 10.000, echt zeer duur. Een derde verdieping kost 2.5k, een kelderverdieping kost 2.5k en een winkel is gratis. Oké. En je kan het gewoon aanvragen via een boekje, dan moet je gewoon één username, 2 je welke vergunning je wilt en 3 je plotnummer en 4 ja, waarom je het wilt, dus je beschrijving. We gaan even kijken. De burgemeester is iets Arnoud. De lokale burgemeester is Dion met 3 N'en. De wethouder is Razor, die was daar ook op de bank. Receptie is Norrie en inspecteur is Colin 99 NL. Ja, dit is de gemeente. We gaan het even via buiten bekijken. Zo, mooi groot gebouw. Zeer groot, eigenlijk niet nodig. En volgens mij hebben ze ook wel nog een keldertje. En ja mensen, we zijn aangekomen bij het volgende bedrijf. Dit is de bank van Utrecht. Ja. We gaan even naar binnen. We gaan even zien. Oké, de CEO is MR Reality. De manager is Sebas 65 en de medewerker is Z Swarty en Just Joram. En er wordt nog een medewerker gezocht in de bank. Dit is niet alles. Een huislening kan max 30.000, een winkellening kan max 50.000. Oké, ik wist dat niet eens dat je 50k kon lenen, maar het gaat wel. Zeer nice, we gaan even drinken, dat moeten we niet vergeten. Ja, ik moest juist niet drinken. Maar ja, dit is de bank eigenlijk. Ja, veel kan ik er niet op zeggen. Je kan hier geld lenen. Daarvoor is de bank goed, voor de rest is de bank nergens goed voor. Nee, grapje. Dan gaan we nu naar het volgende en dat is het politiekantoor. Ja mensen, dit is het politiekantoor. Echt vlak bij mijn casino. Dus als je mijn casino zoekt, loop gewoon naar het politiekantoor of naar de beacon bij de gemeente. En dan kom je vanzelf bij mijn mooie casino. Maar ja mensen, zoals jullie zien, het politiekantoor is zeer groot. Zeer groot, zeer lang. We gaan even lezen. Bent u bestolen? U kunt een COI aanvragen voor 10.000 euro. Dit kunt u bij een rechercheur of korpschef doen. 10.000 euro vind ik zelf heel duur. Een VOG kost 2.5k en een boekje kost 100 euro. We gaan even binnenkijken. Agent Jori, hoofdagent random DDG en hulp/hulpscherf. Rechercheur/hulpscherf is Stefan 076. De proefagent is Shento. Er wordt nog één proefagent gezocht. En een agent is Itchaboy Mitch. Gewoon, heeft hij u gesolliciteerd? Wij doen het niet. Ja, gesolliciteerd. Ja. Als je solliciteert, dan moet jij niet heel te komen vragen: ben ik aangenomen? Want dan word je gewoon niet aangenomen. Hier kan je de sollicitatie indroppen, hier kan je de overige dingen indroppen en hier kan je de aangiftes indroppen. Je mag niet naar binnen gaan zonder toestemming. En ja, dat is het zo'n beetje. Veel kan ik hier niet laten zien. Zo'n beetje, dit is de gemeente. En wat is dit eigenlijk? Waarom kan ik daar niet bij? Oké, dat is wel raar. Ze hebben hier gewoon opeens een muur gezet. Ja, zeer raar. Ze hebben het een beetje aangepast. Maar ja, mensen, dit is niet alles. Er is natuurlijk nog een levelcheck, een bouwbedrijf en een inkoop. Dus die gaan we nu even zoeken. Ik zie jullie zo meteen terug. Ja mensen, we zijn aangekomen bij de inkoop en bij het bouwbedrijf en bij de inkoop. Hier zijn we wel eens geweest als jullie mijn video's bekijken. Ja, ik weet niet of die video dan al online staat, maar ja, ik heb hier pas geleden een aanvraag gedaan toen voor mijn casino. Dat gaan jullie binnenkort zeker te zien krijgen op Mindtopia Place. Abonneer natuurlijk op dat kanaal. Zoals jullie zien, hier is het bouwbedrijf. Ja, ik ga het niet allemaal voorlezen. Hier heb je de balie, de receptie, hoe je het ook kan noemen. Informatiebalie. En heb je hier dan ook nog een balie? Nee, hier heb je gewoon een deur. Voor de rest kunnen we eigenlijk niet veel zien. We kunnen deze deur wel eens opdoen. Ze hebben volgens mij een heel diepe kelder. Wat heb je hier? Wat is dit? Ja, een beetje rare dinges. Ik weet niet wat het is.
Ja, dit is gewoon het ding. De CEO is Alex1000Gamer. Receptie hebben ze niet. Interieur is Trudy G Gamer. Dus dat is het zo een beetje. Ja, dat was het bouwbedrijf. Daarachter hebben ze nog mooie kranen en voor de rest eigenlijk niet zoveel. Dat zijn niet de bouwbedrijven die we nu hebben in Mindopia. Hier is de inkoop. Dan gaan we zeker even binnenkijken naar de inkoop, want alle inkopen zijn anders, mensen. Alle inkopen zijn anders met andere items. We gaan even kijken. Een vitamine shop. Je kan het gewoon starten vanaf 25 januari, dus binnen 3 dagen. Vitamine D kost 38,4k voor 32 stuks. We gaan even uitrekenen hoeveel geld dat het is. We gaan even zien. Dan wil het niet lukken. Oké, 38.400 gedeeld door 32. Dat is 1200 per stuk. Dat is niet zo duur. Best goedkoop eigenlijk. En dan heb je vitamine C, dat is ook niet zo duur. We gaan even kijken. We gaan even zien. 32, dat is 900 euro per stuk inkoop. Vitamine B, dat is degene die het meeste gekocht gaat worden, denk ik. Zo, en dan gaan we even kijken. 32, zo 32. 600 euro per stuk. En deze, vitamine A. We gaan even kijken. Zo, en dan doen we 32. En dat is 300 euro per stuk. Slechts 32, zo. Ja, jullie kunnen het allemaal lezen als jullie het even op pauze zetten. En dan gaan we hier kijken. Let op, wij bezorgen alleen in Vitrex. Oh, ze bezorgen ook. Oké, leuk. Oké, dat is allemaal niet zo belangrijk om te lezen. En dan hebben we hier, wanneer we hier zijn, dit. Keros, 3200 euro. Spies, 4800. En brood, 1920. Hier heb je dan nog een pet. 8 petten voor 20.000. We gaan even uitrekenen. 20.000, 1, 2, 3, gedeeld door 8, dat is 2.500 per stuk. Dat is niet zo heel duur. Cutrexia Enchant is 48.000 en Cutrexia Non-Enchant is 16.000 euro. En dan heb je hier nog bottles en een boekje. Hopelijk vonden jullie het leuk om te kijken. Abonneer zeker en like de video zeker als jullie dit meer willen dat ik zo'n beetje in Cutrexia ga rondlopen. Hou natuurlijk Mindopia Place in de gaten, want daar komt elke week 2 video's van het Cutrexia event. En dan zie ik jullie later. Bye bye.